Welkom terug in Landgraaf, welkom terug in de oefenbunker voor een nieuwe RTVP live-sessie. En Anouk, wie staat er vandaag op het podium? Eva Kroeze, ze is 18 jaar, maar staat al 5 jaar op het podium. En? Ze zit hier naast je. Ze zit hier naast me inderdaad. Heb je er zin in? Ja, ik heb er heel erg veel zin in. Wij ook? Ja, nou, veel luisterplezier. Mijn naam is Eva Kroeze en mijn eerste nummer heet Bad Dreams. Mijn volgende nummer is een cover en hij heet All I Want. And all I want is
There's nothing more to hear you knocking at my door. But if I could see your face once more, I could die a happy girl, I'm sure. But when you said your last goodbye, I died a little bit inside. I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you love me, why'd you leave me and take my body, and take my body? Somebody like you. Het liedje is ook een eigen geschreven nummer. Die staat op Spotify. Dus als jullie hem nog een keer willen luisteren. Gratis en voor niks. Of ja, jawel. Gratis en voor niks. Hey Thinking. Twisted up my mind, and now it's unclear. I thought I moved on, but now I'm back here. Still trying to move slow, so I don't fall back.
Eva Kroeze vulde zojuist de zaal met een gevoel van welbehagen. Erg fijn dat je er bent. Je bent begonnen als een duo met je zus Zoe, de Stepping Sisters. Hoe was die samenwerking? Ja, ik ben niet begonnen als de Stepping Sisters. Dus eigenlijk door het proces heen dachten we van, oh, dat is leuk. De samenwerking was heel leuk. Ja. Het is natuurlijk super om zoiets, om zo'n passie te delen met je zus samen. Zeker, ja. Alleen, ja, soms, je bent nog steeds zussen. Je bent nog steeds familie van elkaar. En de leeftijd was niet heel groot, dus het botste soms wel. En vandaar ook dat het niet meer is. Maar ik zou het zo overnieuw doen. Ja, ik zou zo weer met een duo beginnen. En met wie zou je nog meer een duo willen vormen? Als je een samenwerking mocht aangaan met een artiest? Nou, dan niet bepaald een samenwerking met een artiest, maar een band van een bepaalde, weet je, de band van, klinkt heel cliché, van Justin Bieber. Oh, serieus? Ja, okay, dat zou ik heel graag wel, als ik daar ooit de kans van zou krijgen, zou ik het zo doen. En ja, met John Mayer zou ik ook wel, dat is ook wel een van mijn grootste idolen. Oké, okay, wow. Maar je komt sowieso uit een muzikale familie. Je bent tenminste met de gitaar opgegroeid. Ja. Ja, Ben Kroeze, jouw vader, die werkt ook in de organisatie van, hoe heet het ook, Key Sessions. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik ben dan met gitaar begonnen op mijn 8e. Gewoon natuurlijk puur. Mijn vader speelt ook gitaar. En toen pakte ik zijn gitaar in mijn handen. En toen ging ik de Spaanse gitaar leren. En zo ben ik verder met de festivals Art War Fest en Pre-Pinkpop Party ook in de muziek gekomen. En zo heb ik mensen leren kennen in de muziek. En dan ook Marco heb ik dan ook leren kennen. En ja, zo is het voor mij wel makkelijker geworden om door te stromen, zeg maar, in de muziek. Ik denk ook, ik heb veel zelf gedaan natuurlijk, maar ik denk als ik dat stapje, dat eerste zetje van mijn vader niet had, dat is ook een stuk lastiger was geweest. Ja, je creëert echt zo'n netwerk inderdaad. Ja, om ook contact te krijgen met de oefenbunker of met, ja, zeg maar, van allerlei organisaties. En wat was voor jou dan het leukste optreden die je dan zo via je netwerk hebt gekregen, om het zo te zeggen? Ja. Ik denk voorprogramma met mijn zus samen op Park City Live. Park City Live? Dat was heel leuk, zo, ja. Dan konden we via Lex Nelissen, mochten we daar spelen. Okay. Dus dat was heel cool. Maar ik kon ook samen met mijn zus, dus dat was heel gaaf, ja. En we hoorden zojuist ook Daydreaming en Thinking. Waar kwam die inspiratie vandaan? Want die nummers heb je natuurlijk zelf geschreven. Ja, Thinking heb ik eigenlijk via kunstbende geschreven. Uiteraard. Voor kunstbende toen. En Bad Dreams, je zei Daydream. Oh, my nummer Bad Dreams klinkt als. Ja? Heb ik voor school voor Nieuwe Honden moeten schrijven. Ja, wat is dat? Nieuwe Honden? Nieuwe Honden is, ik zit dan op het KTM popmuzikantenopleiding en als laatste examenjaar moet je een grote productie maken. Okay. En dan met alle vijf de opleidingen samen en dan maak je eigenlijk een hele grote show met licht, geluid, video, drama, dus acts erbij en dan wij dan als popmuziek die dan nummers spelen. En daar moesten we dan een nummer voor schrijven die dan gekozen kon worden. Ja. En daar heb ik dat nummer voor geschreven. Ja, maar jouw stem is gewoon echt geweldig. Ja, dankjewel. En het is natuurlijk heel veel oefenen, maar natuurlijk ook wel, ja, je omgeving, dat is geweldig gewoon. Ja. Dank je. Ja. Hoe zien we, kunnen we je nog ergens zien dit jaar? Ik ben nu me heel erg aan het richten op eigen nummers schrijven. Eigen nummers? En dan mijn examenjaar. Wat ga ik hierna doen? Dus weet je het al? Het is even prioriteit te stellen, maar ik kom ook zeker wel terug. Oké. En waar gaan we je dan zien? Wat is je ultieme droom, als dat zou uit kunnen komen? Mijn ultieme droom. Dat heb ik eigenlijk. Ik ben nog jong. Ja, ik heb ook zoveel alle kansen staan ik voor. Ik zou echt wel graag eens met band. Mijn eerste ding wat ik nu wil doen is een band zoeken. Want dat vind ik heel fijn, denk ik, om mee te spelen. Omdat ik nu nog maar ik ben. En ik vind een drum en een bas, al is het een drum en een bas, weet je wel, heel fijn, denk ik, om mee samen te spelen. Al zit er al een hele band in je stem. Ik vind het echt prachtig. Dankjewel, heel lief. Dankjewel. Ja, we gaan nog heel veel van je horen. Dus ik hoop echt heel erg snel. Tot snel. Ja, dankjewel. Ja.